En minister Amara Madin van Volksgezondheid heeft begin deze week, of heeft het begin van deze week een virtuele oriëntatie gekregen van het PAHO-kantoor in Washington, D.C. Gangbaar is dat bewindslieden die minimaal een jaar in functie zijn een bezoek brengen aan het kantoor. Vanwege de COVID-19-restricties moest daarvan worden afgezien. De Pan American Health Organization, PAHO, is een van de belangrijkste partners van het ministerie van Volksgezondheid. PAHO biedt technische ondersteuning aan hun lidlanden en helpt op verschillende manieren de gezondheidszorg te versterken, veelal in de vorm van projecten. Tussen partijen zijn er afspraken gemaakt en er wordt een start gemaakt met de Country Cooperation Strategy.